Vrijdagochtend, de eerste ochtend dat ik wakker word zonder hoofdpijn. Verademing, ik ben ondertussen bezig om een slijpsteen te zoeken. Kijk, de equipe van Josse, die was natuurlijk bezig. Dus ik zal even laten zien wat zij doen. En dan hoop ik die slijpsteen te vinden ondertussen. Hey, luid on the beest. Oké, okay, de garage ligt dus weer helemaal vol met spullen. Dat zijn allemaal spullen die erbij gekomen zijn. Nou, hier is de Ford weggehaald. Dit heb ik gisteren nog gerepareerd, de zijkant van die schuur. En dan zien we daar Matthias bezig. Die is bezig om mijn harkproject verder op te pakken. En dat moeten we dus egaliseren, betonmat erover. Zoveel mogelijk troep erin verwerken en dan een betonplaat erover. Dus dit is nog weer onze nieuwe brandstapel. Ha! Brandstapel. Tijd voor de terrasrenovatie. En het aanvegen. Laag cement erover, dan kan je opnieuw in de verf. En dan, nou daar terras, dat is nog niet als een werkplaats. Een zaagtafel en alles. Mooi terras. Een half uurtje later. Nou, dat gaat netjes. Hieronder zat een soort kalkverf onder. En dan krijg je algengroei daarop. Hier. Het is niet alleen niet goed schoon te houden, maar ook niet goed wit te houden. Hier, gewoon vies. Dus ik ga nu een cementmix. Wordt het glad. Dan gaat er een soort nitrobasis betonverf over. En ja, dat is zoals ik al vaker heb gezegd, duurzaam. Ondertussen zijn ze aan het werk. De slaven. Flauwkul. Daar komen ze dan. Ze zijn aan het maaien het kamp verder. Zodat die betonplaat. Dat is natuurlijk het doel. En natuurlijk, dat is het doel. Maar niet alleen dat. Doel twee doelen eigenlijk voor hun als ze hier zijn. Ze gaan zondag weg. Het is niet vrijdag. Dat is zoveel mogelijk gemaaid te hebben in het kamp. En die betonplaat erop. En beide zijn ze lekker bezig. Dus Matthias heeft dat vat daar even met een flex bewerkt. Zodat we daar nu een vuurvat van hebben gemaakt. Vindt hij mooi, hè? Vindt hij mooi, hè? En als het goed is, dan gaat het goed trekken. En dan kun je alle troep in kwijt. Ja, de gras gaat sowieso wel. Zie je, trekt helemaal naar boven. Onderin. Ja. Oh, shit! Ja, ook. Zie je, dus het trekt lekker door. En dan kun je er alles in kwijt. En dan is zo, hou je geen troep over op het veld zoals we dat tot nu toe hadden. Mind it en een goed gedrag. Het is nu zaterdagochtend. Toch? Ja, gisteren ben ik tegen 1 uur pas naar bed gegaan. We zijn naar Tiffany geweest. We hebben gisteren fysiek heel veel gedaan. Je hebt gehakt. De grond plateau recht maken. Terrassen dichtgestreken. Een hele dag bezig fysiek. Verf natuurlijk. En dan werd ik vanochtend om 6:20 wakker. Nou ja, prima. Mooi weer. Vogeltjes. Lekker. Lekker buiten. Nou, is wel lekker zo. Rustig 's ochtends. Een beetje terras serven. Wat mooi. Het zonnetje lacht. De lucht is blauw. En we gaan helemaal kapot. Betongaas gisteren gehaald, dat kost ook al een tijdje voordat we dat hier hebben, zettingraad. En nou, dit was de betonplaats, camperplaats ooit. We zijn nu grind op aan het rijden. We hebben Matthias en ik veel gehakt en geharkt om het enigszins waterpas te krijgen. Nou, we redelijk gelukt, ja. Alleen beneden is nog iets van een indeuking. Dus nou, een beetje recht krijgen met grind en dan beton. Gaan met die banaan. Nou, vandaag kan het wel eens tegen de 25 graden gaan worden. Ik loop er nu al in mijn shirtje. Dus doe het. Wait, dit moet er ook wel even op. Kijk, gisteren hebben zij hier de hele dag, Josse Equipa, met ja, hier met de trein bezig geweest. Alle struiken, gras, takken, benden weggeknipt, weggehaald. Dus het is nu alleen nog met die bosmaaier, trimmer noemen we dat hier, langs. Ik ben extra gekocht. Ik heb nu 3 trimmers. Nou, eerst maar betoneren. Nou, die kar netjes geparkeerd aan de zijkant.
als afvalton, waar dan al die takkenbende in verdwijnt. En zo krijg je ooit een fantastisch kamp. Het gaat on. Beton wordt gelegd. Nou, even een helikopter view. Oeh, het is veel werk hoor. Kijk wat een hoogte het hier heeft. Het is eindelijk uitgemijnd te krijgen. Maar het wordt goed, het gaat goed. Beton is goed, Matthias aan de betonmolen. Weet je wat, ik loop even een rondje de kant op. Kruiwagen, nee, lukt niet. Dat doe ik zo wel. Even lopen. Ja, je moet nog wel een eindje lopen, maar ik kom in ieder geval even door het bos al. Ik hoor de betonmolen al. Ik geniet van mijn mooie terras. Dat heb ik ooit alleen gebetonneerd. Dus dat kan ook nog. Kijk, dit is de ene werknemer, die zijn even de app of zo gamen, maar die is de water voorzienen. Dus eventjes water halen. En dan heeft hij even pauze. Dan komen we bij de echte werkers. Kijk, die gaat los. Giet on. Stil even. Giet door. Kijk, lekker door. Lukt die Matthias? Super, super bezig man. Die man die denkt ook, hoezo sportschool? Hoppakee. Haha, het gaat lekker door zo. Ik zal het maar weer wat doen.
De Easter Egg Hunt. De laatste letter. Tenminste, je moet 10 letters hebben. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5 gegeven. En toch komt nu de laatste letter. En dat is de M van Mijndert. En de M, ja, van Mijndert. Goed, dan heb je dus 6 letters. Die 6 letters, die kun je in een bepaalde volgorde zetten en er 10 van maken. En dan heb je het woord. De uitdrukking. En ik wacht even. Wie het eerste de oplossing heeft, die krijgt natuurlijk een leuke prijs. Die prijs moet ik nog bepalen. Daar ga ik even over nadenken. Pasen. Goeie Pasen allemaal. Beetje buiten maaien. Buren zijn ook aan het maaien. Dus blijkbaar is het fijn normale Pasen maaien. Het is mooi weer. Mooi maai weer. Ik heb echt heel veel gemaaid. Een stuk gemaaid. Beneden zien we dan de vuurton van Michael. Die zijn met Josje en Michael. Die zijn rommeltjes aan het kampen. En het verzamelen om dan te verbranden in de vuurton. Ja, en dit heb ik dus allemaal weten te maaien. Nou. Dan is Matthias bezig hier die boeren op te ruimen nog. Nou, 2 uur vertrekken zij. En ik ga met ze mee naar Zagreb. Omdat ik daar dan een huurauto ophaal. Zodat ik daarmee alleen naar het vliegveld kan komen. Nou, dit is allemaal gemaaid nu. Ja, wat zien we? Handen die trilden helemaal van het benzine maaien. Dus dit heb ik allemaal in één adem gedaan, maar nou, gelukkig niet in één adem. Zolang kan ik ook niet mijn adem inhouden. Hé, hey, buurman, lekker bezig. Lekker bezig. Haha, bij Zagreb beland. Samen met Josja meegereden. We zagen heb afgezet bij het vliegveld en mijn huurauto opgehaald. En het is echt een Fiat 500 geworden. Een nieuw, helemaal nieuw. We lachen, bakkie. Ik ben dus mezelf de taxichauffeur. En mee rijd ik naar Broeswatje. Waarom doe ik dit? Omdat ik weer mee naar het vliegveld moet. En dan is het altijd wat moeilijker om iemand te vinden. Of vervoer te vinden. Ik vind het toch wel leuk om te laten zien. Dit is toch leuk? Dit is echt een leuk karretje.